Karel, de cover van nummer 82 laat ook al een beetje de focus zien van dit nummer. En je haalt het een paar keer aan in je voordracht, wat er allemaal in Amerika gebeurt. Maar voordat we eigenlijk de oceaan oversteken, ben ik wel heel benieuwd naar de actualiteit wat vooral in Europa speelt. En dat zijn toch wel de boerenprotesten die nu opnieuw weer je ziet toch dat die, vooral die Duitse boerenprotesten, die echt door zijn gegaan, en anders dan in Nederland, waar ze zich gezet hebben, ze hebben zich gebogen naar het BBB, en die vlaggen zijn weer overeind gekomen enzovoort, en dit proces is afgelopen, en de boeren geven in Nederland. Dat is dus in Duitsland niet gebeurd, en dat voorbeeld heeft weer opnieuw, ook in andere lidstaten van de EU, zoals Frankrijk vooral, maar ook Griekenland en elders, vooral in Parijs, de situatie, en Lyon heb ik begrepen, de situatie behoorlijk ernstig geworden. Want ze blokkeren de acht belangrijkste toegangswegen tot de hoofdstad, waarmee het niet meer mogelijk is om voedsel te vervoeren. Dat betekent dat Parijzenaren straks zonder eten komen te zitten. En nou ja, je ziet dat Macron, die reageert hierop op een paniekerige manier. En die heeft, die heeft duizenden politieagenten op de been gebracht om proberen iets aan te doen, wat hem niet lukt. Dus hoe dat verder zal gaan, zal misschien toen, als dit blad op de mat komt te liggen van abonnees, dat is dan volgende week, dinsdag of woensdag, zal dat al duidelijker zijn geworden. Maar op dit moment lijkt dat heel erg nijpend te zijn. En zou het er iets mee te maken kunnen hebben dat bijvoorbeeld Duitsland, maar ook in België, ik weet niet exact hoe dat in Frankrijk zit, maar dat dat belangrijkere verkiezingsjaren aan zitten te komen? In Nederland lijkt het nu een beetje inderdaad een gedane zaak met de BBB, dat ze wat gerust zijn gesteld. Ja. Maar in Duitsland heeft het denk ik ook wel heel erg invloed op de politiek. Oh, zeker. En er staat een heel goed artikel in nummer 82 over de Duitse situatie. Wat ingaat ook op die politieke en die nieuwe partijen die gesticht worden. En vooral ook het voornemen om de AfD tegen te houden. Want ze zijn in paniek. Hebben de gevestigde orde, de gevestigde partijorde in Duitsland is in paniek over die enorme successen van de AfD in vooral de Oost-Duitse deelstaten, wat vroeger Oost-Duitsland was. En er wordt zelfs met spandoeken reclame gemaakt voor de noodzaak om AfD-leden te vermoorden. Zo ver gaat het. En er lopen politie. Samen met die spandoekhouders lopen gewoon op die straat. Het is niet te geloven wat voor een vorm dat heeft gekregen. En je begrijpt wel dat dan ook in Duitsland door een groot deel van de bevolking enorme weerzin heeft opgewekt. En dat daardoor ook die hele actie een veel grotere impact krijgt dan het anders zou hebben gehad. Ja, indrukwekkend in ieder geval. Laten we toch even naar Amerika gaan, want de staten van Amerika en vooral wat er in Texas gebeurt. Misschien dat het... Nou, hier zie je iets wat echt niet zo duidelijk is voor een heleboel Europeanen. Maar die deelstaten van de VS, die hebben het vaak over staatsrechten, over de rechten die ze hebben. En in de praktijk lijkt het toch dat ze meestal wel meegaan met de VS, niet anders kunnen dan meegaan met de centrale regering in Washington. Maar in dit geval zie je iets heel belangrijks. Want Texas, altijd al een staat wat nogal op een eigen wijze manier, zoals daarover wordt gedacht, zijn gang gaat. Maar Texas, die heeft zich eigenlijk nu zo opgesteld dat het een apart beleid is gaan voeren dan het beleid van de Biden-regering. En dat gaat over de toegang, die wordt toegelaten door de centrale regering van een hele stroom
asielzoekers zogenaamd, maar in feite zijn het ja, mensen die willen profiteren van hogere levensstandaarden in de VS. En die afkomstig zijn uit diverse Zuid-Afrikaanse en Centraal-Afrikaanse landen. En Texas heeft nu gezegd, dit gaat stoppen, dit houden we tegen. Nou, er is dus echt nu duidelijk conflict. Het is ongehoorzaam aan de... En het kan zijn dat er een botsing komt. Het kan ook zijn dat dit het begin is van een afscheiding van sommige Amerikaanse deelstaten. De deelstaten met een republikeinse gouverneur, die hebben zich in principe met sympathie achter Texas geschaard. En men praat al heel erg lang over het gevaar van het uiteenvallen van de VS. Omdat, ja, het heeft geen geloofwaardig centrale regering. Biden is natuurlijk seniel. En kan niet, de mensen die het beleid maken, die bengelen onderaan de Biden regering, maar zijn natuurlijk niet in wezen aanspreekbaar over de fouten die ze maken en over de grote missers die ze hebben gedaan. En dat wordt in vele delen van de VS wel degelijk gezien. En ook de verscheidenheid van woede over de maatregelen in betrekking tot COVID en vooral die injecties en die vele doden die zijn gevallen vanwege de injecties, dat heeft toch ook in de VS een veel grotere effect gehad. De onrust daarover en de berichten daarover, die berichtgeving is daar dus ook al zijn zoals ik beschreef eerder, zijn het er maar nog vijf overgebleven centrale centrale uitgeverijen die alles op eenzelfde manier bericht geven. Maar als je kijkt naar Tucker Carlson bijvoorbeeld, hoe hij een enorme grote groep van volgelingen heeft, en die kan eigenlijk alles zeggen. En zo beginnen we te zien wat heel veel mensen al lang over speculeren. Dat is een soort burgeroorlog. Die kan er komen. En wanneer verwacht je daar dan de climax van? Ja. Zal dat na de verkiezingen zijn? Ja, dat is een heel goede vraag. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken met de buitenlandspolitiek van de VS. Als je het een politiek kan noemen, want het is niet doordacht en het heeft geen... Daar is eigenlijk weinig verandering in gekomen de afgelopen 2 weken. Daar heb ik het even al eerder over gehad. Er zijn onder de neoconservatieven, die de baas spelen, die dus in dit onderdeel van het Amerikaanse beleid, het buitenlandse beleid, ten opzichte van natuurlijk vooral Oekraïne, En Rusland in het algemeen. Er is een groep die zegt, laten we maar niks doen wat betreft Iran. Kijk, nu is er een gelegenheid om de oude droom waar te maken en Iran voor eens en voor altijd aan te vallen en korte metten mee te maken. Maar men weet ook dat nu er een verband is tussen China en Rusland en Iran, ook een trilateraal verdedigingsverband. Dat is eigenlijk iets waarover gesproken wordt, want dat bestaat wel, maar daar hebben China en Rusland nog niet echt een nadruk op gelegd en duidelijk gemaakt op een hele erg formele manier. En dat kan betekenen dat men onvoldoende in Amerika beseft dat als de VS probeert iets te doen, en dat zou dan de vorm kunnen krijgen van een unilaterale iets met een kernbom, misschien een niet erg groot, maar wat dan ook, iets wat met een kernbom te maken heeft, dan zou je dus een situatie krijgen waarin je een wereldoorlog kan krijgen. En er zijn dus lieden die denken, nee, dit kunnen we niet doen, want dan verliest, als die verkiezingen doorgaan, dat is nog maar de vraag, ja. Maar dan zou Biden die verkiezingen verliezen. Het idee dat Biden nog opnieuw kandidaat kan zijn, is natuurlijk te absurd.
om ook nog verder over na te denken. Maar het is toch de Democratische Partij die helemaal verworden is, die ook uit elkaar aan het vallen is. Dat is, ik geef nou in een paar woorden en een paar zinnen eigenlijk een opsomming van de ongeregeldheden binnen de VS en de chaos die is ontstaan. En er is dus een groep die zegt, laten we maar gewoon wachten tot die verkiezingen over zijn en Biden opnieuw is gekozen. Of op het allerlaatste moment een plaatsvervanger van Biden is gevonden. En er wordt dan nu ook, of er is gesproken over Michelle Obama, die dan presidentskandidaat zou kunnen worden enzovoort. We weten het niet. Er is heel erg veel gaande. Ook in verband met wat ik al eerder heb genoemd. Kijk, die ondergang van het Westen is natuurlijk niet iets kleins. Het is, ondergang van het Westen is heel groot. Het is het allerbelangrijkste als je een stapje terugneemt en als straks naar kijken, het allerbelangrijkste wat we nu meemaken. Het is gebeurd als gevolg van heel erg veel factoren. Die wij ook in gezond verstand steeds opnieuw weer belichten en waarom ik ook steeds probeer mensen die naar deze video kijken aan te raden, neem toch vooral een abonnement, want dan kunt u het ook volgen. Ja, maar het lijkt ook geopolitiek zo een ingewikkeld spel. Er is dreiging in het Midden-Oosten, in Iran. Amerika wil tegen China. Er zijn via Taiwan. Er is zoveel gaande. Ik kan maar wel begrijpen dat mensen niet meer weten waar ze zijn. Hoeven niet. Kijk, het is ook een heel boeiend iets wat er gebeurt. Het is het allerbelangrijkste wat aan de hand is. En het is ook het allerbelangrijkste wat gaat beslissen hoe de toekomst in Europa eruit gaat zien. Want Europa is natuurlijk, ja, straks is het afgelopen in Oekraïne. Er staat ook een kort stuk in het nummer wat net naar de drukker is gegaan over de situatie in Oekraïne. En het is chaotisch. Het is zelfs onduidelijk of Zelensky nog echt aan de macht is. Victoria Nuland was onderweg en is nu waarschijnlijk aangekomen in Kiev om orde op zaken te stellen, moet je nagaan. Dat is dus die neocon die nog meer dan iemand anders daar verantwoordelijk is geweest voor die anti-Russische aanpak van de VS. En konden we nog niet meer meenemen, want het was inmiddels al, het is dus daarna pas duidelijk geworden. En er is alleen maar verlies van Oekraïne. Het kan onmogelijk nog, op welke manier dan ook, de opperhand krijgen boven. Dus dat gaat helemaal niet meer. En dat is al heel erg lang duidelijk. Dat betekent, ik heb het vaker gezegd hier, enorme gevolgen voor de NAVO. De NAVO is helemaal ongeloofwaardig geworden. Er zitten NAVO-huurtroepen, zeg maar, want het zijn niet officiële troepen. Het zijn NAVO-mensen die helpen om de Oekraïners het oorlogsmaterieel wat ze krijgen om daarmee om te gaan, want die kennis hebben ze niet. En het is afschuwelijk wat er gebeurt, want het uitmoorden van die soldaten, van die Oekraïense soldaten, vaak hele jonge jongens en mensen die van de straat zijn gepikt. Heel erg veel van het verhaal binnen Oekraïne is de manieren waarop mannen op een of andere manier ontvluchten die razzia's die er gaande zijn, gelast door Zelensky, om iedereen op te pikken, alle mannelijke personen op te pikken, die op te pikken zijn om naar het front te vervoeren en daar gedood te worden. Ik zeg moord op militairen. Het is natuurlijk in een oorlogstijd waar gevochten wordt, geen moord, wordt niet als moord beschouwd, maar het is volslagen compleet onzinnig om hiermee door te gaan. En Europa blijft het steunen. Nou, wat gebeurt er met Europa als dat tot einde komt? Als dit allemaal verandert, blijft Europa een eenheid zoals het is geweest en zoals bestuurd door mensen zoals Ursula von der Leyen, een van de meest corrupte figuren in de wereld? En blijft het
blijft het bij elkaar als je ziet hoe Viktor Orbán, de Hongaarse president, op het laatste moment toch wordt gedwongen om mee te gaan met goedkeuring voor een nieuw ondersteuningspakket voor Kiev. Europa zoals het nu is, kan ook niet verder gaan zoals het is gegaan. Dat kan helemaal niet meer. Als gevolg van die veranderingen in de wereld, die wij in gezond verstand nu al anderhalf jaar bespreken en vooral het afgelopen half jaar heel erg veelvuldig en heel erg duidelijk hebben geprobeerd te analyseren. Ja. Wat dat betreft denk ik dat wij de enigen zijn die dat doen. Anderen worden er wel een beetje door aangestoken, gelukkig zie ik het dat. Maar het is wel voor mensen die dat blijven volgen. Het is een ontzettend spannend, interessant verhaal. Ja. Te vergelijken met het einde van de Tweede Wereldoorlog. Te vergelijken met het einde van het communistische blok. Hè, van die grote landen in China en in Rusland. Je zou zeggen, ja, nee. Het is, die dingen zijn natuurlijk eigenlijk onvergelijkbaar. Maar wat betreft de uitkomst ervan, de gevolgen daarvan, voor ook het dagelijkse leven in Nederland, zijn ze uiterst belangrijk. Ja, nou ja, de oorlog in Oekraïne heeft in ieder geval bij heel veel mensen de angst voor oorlog, vooral in West-Europa, echt voor het eerst weer doen openen. Ja. Ik denk dan een beetje terug aan de angst die ook werd gecreëerd door een zogenaamd virus. Ja. Mensen doen hele rare dingen wanneer die angst hen dichtbij lijkt te komen. Ja. Maar laten we heel even oorlogsdreiging voor wat het is. Ik wil nog over één onderwerp even ingaan. Het klimaatbeleid. We hebben er weer twee artikelen volgens mij over geschreven. En dan vooral over de beleidsmakers. Ja, ja, we zijn dus in die twee artikelen staan heel interessante dingen. Eén daarvan, en de titel die zegt het ook, geloven ze er nog ja. in? En het is natuurlijk de echte mensen die daar dat hebben aangezwengeld, die geloven er niet in. Maar er is al heel erg lang iets gaande, niet eens meer zo erg op de achtergrond. En dat wordt steeds duidelijker. En dat werd heel erg duidelijk bij die laatste internationale conferentie, de COP28 in Dubai. Waar het duidelijk was dat men nam het niet meer serieus. Dat ze waren bij elkaar gekomen met duizenden mensen die niks te maken hadden met regeringen, of die niks, een klein beetje misschien hier en daar. En die waren bij elkaar gekomen, niet alleen voor de gezelligheid, voor de fantastische maaltijden die ze kregen, en voor betaalde seks, want dat is toch altijd bij die gelegenheden een enorme aantrekkingskracht voor die mensen die er naartoe gaan. En, maar vooral om deals te maken, vooral om de gelegenheid aan te grijpen, om de ruimte die er komt vanwege de maatregelen, de dingen die anders moeten gebeuren vanwege de maatregelen, komen er allerlei aanpassingen die grote investeringsmogelijkheden bieden. Er zijn de banken natuurlijk bij betrokken en vooral de grote investeerders en de grote bedrijven en wat kleinere bedrijven misschien die daar gelegenheid van maken. En die zaten daar in Dubai om deals te maken. En wat je ziet is een steeds sterkere vervlechting tussen een overheid die de krankzinnige doelstellingen probeert na te streven door maatregelen. En het zijn absurde maatregelen en absurde doelstellingen. Maar die vanwege die maatregelen een mogelijkheid geven aan vooral grote, goed met de overheid verbonden bedrijven om enorm veel te verdienen. En dat zie je, dat zijn dus geprivilegieerde bedrijven die samen met de overheid dingen doen. Nou, we hebben op andere manieren, hè, die private-public partnership ideeën enzovoort, hebben we dat ook gezien. Dat betekent in wezen, dat is nou de definitie van fascisme. Dat is helemaal volgens de ideeën van Mussolini en Dino Grandi en andere Italiaanse dingen. En het is ook iets wat in Japan eigenlijk heel goed gewerkt heeft. Een vervlechting van overheden en ik. Alleen, er is één groot verschil. En dat
In dit geval is het ten koste van de midden- en kleinbedrijven. Die lijden, die gaan failliet. Dat zie je ook in Nederland. Je ziet het in heel Europa. Terwijl dit soort vervlechting van een overheid die probeert een economie, een economie te stimuleren, die je ook natuurlijk heel erg sterk ziet in Rusland en in China, daar is juist de nadruk op het midden- en kleinbedrijf en het bemoedigen van ondernemerschap. In China eigenlijk zijn alle Chinese families met een beetje geld zijn allemaal ondernemers. Als je Chinese cultuur kent, dan weet je dat uit eigen ervaring. En in Rusland ligt dat natuurlijk iets anders. Maar de banken in China bijvoorbeeld, die zitten daar niet om ontzettend veel geld voor zichzelf te verdienen. Nee, dat is het allemaal om vooral die kleinere ondernemers te helpen. Er is heel veel meer om over te zeggen. Er worden natuurlijk fouten gemaakt. Er is heel veel te doen in het Westen over het bankroet van het faillissement van dat bedrijf in Hongkong. Dan moet je ook weer even een stapje verder nemen, want dat is Hongkong. Dat is wel China natuurlijk geworden, maar er is toch een andere manier van denken en een andere aanpak over dingen, wat afwijkt van hoe de zaken gedaan worden in Shanghai en in Beijing. En wat je daar ziet, dan zie je een westerse reactie, vooral in de financiële bladen, de reguliere financiële bladen, van moet je zien hoe de economie enzovoort, waar men niet beseft, men ziet een heleboel andere dingen niet, die ook gebeuren en die juist het tegenovergestelde laten zien. Met een enorm grotere economische groei dan iemand al had kunnen verwachten. Dus dat is een voorbeeld, om nog even af te sluiten, dat is een voorbeeld van opnieuw weer de afwezigheid van een grote gevarieerde stroom van berichtgeving, waardoor we een idee kunnen krijgen van hoe de wereld in elkaar steekt. En nogmaals, afsluitend, het is door het niet zien van de manier waarop de wereld een vorm heeft gekregen en in elkaar steekt, dat het Westen aan het ondergaan is. De macht van het Westen, de controle, de onuitgedaagde controle aan het afnemen is. Ja. Nou, dankjewel voor deze enorm diepgaande toelichting voor nu. Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat het heel interessant is om dit te volgen. En ook alle verschillende artikelen die dus vanuit verschillende hoeken belicht worden ook te gaan bestuderen. Dus ik zou ook nog even willen herhalen, koop in ieder geval editie 82. Ja. Of neem een abonnement, dan krijg je gewoon standaard. Het is spannend. Het is allemaal, je kan het zien als een spannende roman wat er aan de hand is. Karel, dankjewel. Yeah.